Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik namelijk een leuke unboxing video voor jullie. Want ik heb namelijk een heel erg leuk pakketje binnengekregen van Elgato Gaming. En zoals jullie weten, ik wilde namelijk heel graag de Stream Deck. Dus die heb ik hier ook binnengekregen. En laten we meteen gaan beginnen met de unboxing. Oh, oh, there we go. Kijk, we hebben bubbeltjes plastic. Beeldjes is echt geweldig, jongens. Geef toe. Nou, dit is de Stream Deck. En bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei. Nee, oké. Laten we hem open gaan maken. We hebben bubbeltjes plastic. Oké, maar dit is dus de Elgato Stream Deck. En ik vind hem echt super nice. En ik bedoel, ik weet dat ik het gespons heb gekregen. Maar toch, oké, het is een super nice ding. Want ik wilde dit namelijk hebben, want tijdens de 24 uur stream die ik vorige week heb gedaan met Mick en Tormen en nog maar anderen, heb ik dit ding ook gebruikt. En zat ik echt van, ik wil deze ook hebben. Dus ook dat was zo aardig om mij er ook eentje te sturen. En echt waar, ik vind ze echt super nice. Ik bedoel, je kan er gewoon veel meer mee, want ik wilde altijd al zo'n ding. Ik zat eerst te kijken of ik dus een soort van soundboard kon doen, zeg maar, dat je met één knopje meteen een sound effect kan afspelen. Maar dat kan je dus met dit ding doen. En dat is best wel sick. Als het goed is, heb ik hem nu open. Ik heb namelijk, er zat eerst plasticje omheen. Dus als het goed is, kunnen we hem nu eens open whippen. Kijk zo. Pam, 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 pam. Oh yeah, boy. Let's go. Oké, we hebben hier de Stream Deck. Zoals je ziet, dit is de Stream Deck. En eigenlijk moet ik hem nog steeds uithalen. Oké, het zal ik wel even doen. We hebben een leuk papiertje. Ja, hey, nobody cares. We hebben een leuk draadje. Plus nog een mooie Stream Deck. Waar het allemaal om draait. Plus nog meer dingetjes. Oké, je kan hem dus op twee manieren gebruiken. Je kan hem dus gewoon liggend gebruiken, zeg maar. Dit is trouwens een Stream Deck. Maar je kan hem dus licht gebruiken. Maar je kan hem ook in een stand gebruiken. En dan kan je hem dus zeg maar zo eruit whippen. En dan kan je hem dus rechtop zetten. Hoe je het ook wilt. Zoals je ziet, dit is mijn Stream Deck. Een soort van layout is wel de Stream Deck software ervan. En zoals je ziet, ook op mijn andere cam zie je dus ook precies wat ik heb ingesteld en hoe het eruit ziet. Zoals je ziet, hier kan ik dus live mijn viewers zien. Bij dit knopje zie je dus mijn live viewers aantal. Hiernaast heb ik een victoriaal staan. Maar dit is dus wanneer ik een win pak, kan ik dus hierop klikken. En zoals je hoort, hoor je dus een heel erg leuk muziekje. En dat is best wel geinig wanneer je dus allemaal bepaalde momenten hebt in je stream, et cetera. Je hebt hier ook een soort van, je kan folders aanmaken, dat wou ik eigenlijk zeggen. Ik heb hier een speciale folder aangepakt voor sound effects. Zoals je ziet, ik heb hier veel sniper, drama alert. Ik heb hier een heleboel sound effects toegevoegd. Ik wil er nog meer gaan toevoegen, maar dit is in ieder geval de standaard dingetjes. Zoals je ziet, ik kan hier ook weer terug gaan. Maar ik kan hier ook heel erg simpel gewoon op een sound effect klikken. En stel je voor, ik heb gefaald in Fortnite zoals ik altijd doe. Dan kan ik op de faal klikken en hoor je dit. Je kan hier ook dus heel erg simpel je mic muten. Ga ik nu niet doen, want ja, ik ben aan het opnemen, dus wordt heel erg lastig. Ik heb hier mijn Be Right Back verscherm. Hiermee kan je dus switchen tussen je OBS scenes. Hiermee kan ik dus ook gewoon meerdere dingen doen. Hier heb ik nog een mapje staan, waarin ik dus heel erg simpel Twitter, Sub, Discord en Instagram heb staan. Als ik hierop klik, wat er nou gebeurt is, wordt automatisch een berichtje gestuurd in de chat. Ik zal het namelijk even laten zien. Wat er gebeurt is, wanneer ik op Twitter klik, zoals je nu ziet, ik klik nu op Twitter. En vervolgens wordt je dus in de chat gezet. Als ik op sub klik, dan komt er dus, oké, je kan het niet te snel doen. Je moet eventjes wachten natuurlijk, anders gaat hij spammen. Je kan het goed nu wel doen. En dan doet hij het, yes. En dan staat er, ben je al geabonneerd, want we gaan naar 100.000 abonnees. Dus abonneer snel om niks te missen. Zoals je ziet, dat kan je dus ook doen. Dan heb ik ook nog Discord en Instagram. Het space voor zichzelf. Daarna heb ik hier nog pop-out chat en het dashboard. Dat zijn zeg maar mijn streams. Zoals je nu ziet, pop-out chat is dus eigenlijk wat ik hier dus heb. En daarna heb ik nog tweet. Als ik daarop klik, wordt er dus automatisch een tweet op mijn Twitter gezet. Maar zoals je ziet, we zijn gezellig live op YouTube. Tune gezellig in. Met het linkje natuurlijk van mijn stream. Hiermee kan je dus echt alles doen wat je wilt. Mijn dashboard zit nog helemaal niet vol, zoals je ziet. En je kan hier echt alles mee doen. Stel je voor je stream op Mixer. Dat is namelijk ook een soort van YouTube slash Twitch eigenlijk. Daar kan je dus ook echt alles mee doen. Met OBS heb je speciale settings. Je kan hier dus apart soundboards mee doen. Je hebt een Stream Deck zelf. Je hebt Streamlabs. Stel je voor je hebt donaties. Kan je met Streamlabs kan je alles regelen. Je hebt ook een stream met OBS. Ook weer apart. Je hebt hier ook gewoon een system. Je kan websites openen. Je kan hotkeys zetten. Dus stel je voor, je hebt op OBS heb je een hotkey staan. En dat is Ctrl-Z. En dan gebeurt er iets leuks. Dan kan je dus gewoon Ctrl-Z doen. En kan je op een knopje klikken. Super simpel. Het is super simpel om te gebruiken. Ik raad het je echt waar
echt, echt, echt aan, want het is echt super chill. Maar dit is in ieder geval de streamlink, dus even een dikke vette shout-out naar Elgato Gaming voor deze streamlink. Wil je nou ook eentje? Check even de link in de beschrijving. Heb je er nou eentje? Laat ook even een reactie achter wat je ervan vindt. Of je negatieve punten hebt of positieve punten. Laat een reactie achter, want Elgato checkt namelijk ook de reacties. Dus dat zou ik in ieder geval super sick vinden. Heb ik er ook wat aan? Heb je tips voor mij van Erik? Als je dit met Elgato streamlink doet, dan kan je vette dingen doen, et cetera. Laat ook even weten in de reacties. In ieder geval bedankt voor het kijken naar deze unboxing video. Nogmaals, één dikke vette shout-out naar Elgato Gaming voor deze stream deck. Echt waar, super sick dat ze me er ook hebben ingestuurd. In ieder geval bedankt voor het kijken en ik zie je morgen weer een nieuwe video of stream. Want ik ga deze echt ziek hard gebruiken op mijn streams. Let's get it, jongen. Ciao.